dat je kijkt naar een nieuwe video, wou ik zeggen, maar dit is natuurlijk mijn allereerste video. Want ik ben een nieuw YouTube-kanaal begonnen. Nieuw als in, ik heb al een keer een YouTube-kanaal gehad. 4 jaar geleden is dat gestopt. Niet omdat ik dat zelf naar zo graag wil, maar ik had een liedje gebruikt onder een video die niet rechtenvrij was. Ja, dus YouTube was daar niet zo blij mee en die hebben zonder pardon mijn hele kanaal verwijderd. Super jammer, want ik had op dat moment 60.000 volgers. Echt, ja, ontzettend veel. En al die, nou niet al die volgers, die volgers hebben zich ook nog hard gemaakt om, net als ik zelf overigens, contact op te nemen met YouTube en te zeggen, dit is niet fair, breng dat kanaal terug. Nou, is niet gelukt. Ik was op dat moment ook aan het afstuderen, dus ik had zoiets van, weet je, laat maar, ik ga het niet opnieuw beginnen. Ik focus me gewoon op mijn afstuderen en op mijn blog, want ik heb al maar 10, 11 jaar lang een eigen blog. Bless Magazine heet dat. Daar blog ik over beauty, life, entertainment en style. Daar staat Bless ook voor. En dat vind ik nog steeds hartstikke leuk om te doen. Maar goed, voordat ik verder de details intreed, laat ik me ook even voorstellen. Ik ben Malou, ik ben 28 jaar. Ik woon samen met mijn vriend en een heel schattig hondje, Evie, is een multipool. Ze is net 1 en nou, jullie gaan er ongetwijfeld heel vaak voorbij zien komen, want ze is gewoon de allerleukste. Maar goed, ik heb dus een YouTube kanaal gehad en ik vond dat super leuk. Gewoon die, het is echt een soort van creatief uitlaatklep om video's te maken, te editen. En vooral als je dat voor zo'n groot publiek mag doen, waar je ook echt van terug hoort van joh, je content slaat aan, weet je wel. Mensen vinden het leuk om te zien. Het is gewoon puur entertainment, meer eigenlijk ook niet. Want ja, het ging vooral, mijn vorige kanaal heette Malou's Make-up. Het ging vooral over beauty, make-up, tutorials, gewoon een beetje van die meiden dingen. En ja, door de jaren heen ben ik dat zelf ook nog steeds gewoon gaan volgen, dat soort kanalen. Weliswaar meer van Engelse en Amerikaanse meiden, maar ik blijf dat super leuk vinden. Gewoon van die kneuterige tutorials, van die meiden dingen van nou, hoe clip je hair extensions in, hoe zet je nepnagels, hoe plak je nepwimpers op. En daar heb ik zelf ook natuurlijk allemaal tips en tricks voor, want ik doe dat zelf ook echt al 100 jaar. Dus ik vind dat zelf heel erg leuk om te delen. En nou ja, weet je, als ik kijk naar mijn blog, vinden mensen dat heel erg leuk om te lezen. Maar ja, zelf heb ik altijd meer aan echt tutorials op beeld. Dus vandaar dat ik dacht, ja, weet je, dat kan ik natuurlijk ook gewoon zelf gaan delen. Daarnaast vind ik het gewoon een soort van nieuwe creatieve uitdaging. Want ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje qua coronatijd. En ja, ik heb een fulltime baan. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon nog een weekend en een avond. En dan denk ik, ja, ik ben daar eigenlijk altijd een beetje dezelfde dingen aan het doen. Je kan niet echt de deur uit. Dus laat ik gewoon mijn camera pakken en een YouTube-kanaal aanmaken en kijken waar het heen gaat. Ik vind het in ieder geval zelf super leuk om die eerste stap te hebben gezet. Ik heb een soort van kanaaltrailertje al gefilmd met ja, gewoon wat kleine dingetjes van wat kun je nu verwachten op mijn kanaal. Ja, en ik dacht, ik ga gewoon deze intro filmen en ik zet hem erop en ik kijk waar het heen gaat. Ik zou het natuurlijk super leuk vinden als ik weer, al is het maar 1/10 van de volgers die ik eerst had op mijn vorige kanaal, weer mee terugkrijg. Maar goed, ik doe het ook voor mezelf, want ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. En er zijn ongetwijfeld allemaal meiden die, ja, die dit soort content ook leuk vinden. Dus ik zou zeggen, als jij houdt van beauty, life, entertainment en style, abonneer je vast op mijn kanaal, want er komen super veel leuke video's aan. En ja, vooral tutorials, een beetje chitchats zoals dit. En ja, ik ga gewoon leuke dingen laten zien. En ik ben ook altijd open voor suggesties. Dus heb je nou zoiets van, nou, hartstikke leuk Malou, maar ik heb meteen een tip voor je. Deel hem gerust. Ja, dan ga ik het hier bij deze intro even laten. Ik knal wel eventjes de kanaaltrailer erachteraan. Dan krijg je een beetje een idee wat je kan verwachten. En nou, dan hoop ik jullie heel snel weer te zien. Oh, en je kan me natuurlijk volgen op Instagram, Facebook, mijn blog. Als je een beetje een idee wil krijgen van, goh, wat voor dingen gaan er nu voorbij komen, dan is mijn blog wel een goede leidraad. Want daar schrijf ik eigenlijk over de onderwerpen waar ik nu over zou filmen. Alvast heel veel kijkplezier en tot snel. Doei!